Dus graag een heel hartelijk applaus voor de one and only Garmen. Ik ga die introductie op mijn website zetten, dankjewel. Gijme Martinez, hij heeft me heel mooi geïntroduceerd. Ik ga het over grote imports, kleine imports, dus in je wasmachine doen. Voor wie het liedje niet kent, dan ben je heel jong. Goed. Ik ga gelijk door, want het is veel informatie niet, maar ik moet af en toe ook wat ademhalen en daar ga ik ook graag de ruimte voor nemen. Spoorboekje van mijn vriendin overgepikt. Zij is heel lang docent geweest. En dan weten jullie ook waar jullie aan toe zijn. Korte introductie. Algemene knelpunten waar ik door de jaren heen ben tegen aangelopen met WPL Import. Een plugin, WPCLI. Wie kent WPCLI? Oké, dat is aardig wat. Wie kent WPL Import? Nou, ik ben blij dat jullie zijn gekomen. En ik heb gelijk al een vraag gesteld die pas later in de presentatie hoort. En nog een paar kleine tips aan het einde. In het begin zat ik er zo bij met migraties en imports. Mijn hoofd ontplofte. Ik zat wat te vloeken hier en daar. En te grommen. En dat is later is dat omgezet naar dat ik vrolijk was. Als ik dus niet vrolijk was, dan was ik dus met imports bezig een paar jaar geleden. En dat is nu wel een stuk plezieriger geworden. De eerste gaat altijd met mijn ogen dicht en dan hopen dat het goed gaat. Maar dat doe je op de staging-omgeving, dus dan hoef je geen zorgen te maken. Eerste tip. Wie importeert zelf? Wie voert het zelf uit? Poeh, netjes. Wie laat het doen? Laat het door mij doen. Oké, okay. Logisch. Ja, nee, het is wel zo. om hoeveel data gaat het dan? 10, 100? Wie doet er 100 dingen importeren? 100? 1000? Flink. Gaan we ook over de 10.000? Poeh. Nou, dat zijn flinke getallen. Hoe kunnen we dus importeren? We hebben op één manier hebben we dus WPCLI. En aan de andere kant hebben we WPL Import. In het geval van WPCLI. Ik vind het als developer vind ik het laagdrempeliger. Ik heb meer controle over wat ik uitvoer. En de code heeft vanuit mijn perspectief is wat compacter. Makkelijker te overzien alles. De runtime, dus zeg maar de lengte waarop één import duurt, de tijd daarvan, is een stuk sneller. Ook de reden waarom ik voorkeur geef aan WPCLI imports, maar soms kan dat niet altijd. Nadeel is, je hebt een developer nodig. Je moet het inhuren en dat kan aardig wat knaken kosten. Als je iets wilt wijzigen, dan merk ik ook dat het wat logger is, want je moet je developer inschakelen en die moet de wijziging doorvoeren en het moet goedgekeurd worden. Met WPL Import heb je daar als klant, derde punt, heb je iets meer controle over, eigenlijk iets meer, best wel veel controle over wat je wilt importeren, welk veldje je waar wilt hebben en zaken combineren. Dus je hebt helemaal geen developer nodig, waardoor in principe het budget op kan gaan aan leukere dingen. Dus je bent flexibeler. Alleen het is traag. Ik heb echt mega trage imports gehad. Servers die eruit klapten. Servers die uit zijn memory liepen. En daardoor was het in het begin niet mijn voorkeursmethode. En door de jaren heen heb ik dat wel weten op te lossen. Dus die traagheid en service die eruit klappen, die probeer ik in deze presentatie voor jullie wat die situatie te voorkomen. Met de tips die ik jullie kan geven. En het nadeel, ik weet niet of het een nadeel is, maar als klant zijnde, of als je het zelf wilt importeren, heb je best wel veel kennis nodig van WordPress zelf. Dus je moet weten
welke metervelden, hoe de metervelden heten, een Yoast metadata, hoe die wordt opgeslagen, moet je in Yoast gaan opzoeken hoe die heet en dat uit gaan zitten peuzelen. Ondanks dat de dropdown van WPO-import best wel veel helpt. Wie importeert het niet met PHP? Dus niet met WPO-import, niet met een plugin of niet met WPCLI? Beetje. Met wat heb je dan gedaan? Ook wel eens gedaan, maar tegenwoordig gaat WPCLI, ja. Het combineren, ja. Dat zeker. Barry zegt het is supersnel. Go of Ruby of Python, die zijn, ja, het is een stuk sneller dan PHP. Maar het, je hebt dan wel een developer nodig die in die taal kan programmeren. En als je in een WordPress toko zit met heel veel PHP developers, heel veel die frontend developers die niet misschien supersterk zijn met PHP, dan kan dit wel een nadeel zijn. Maar als het één keertje uitgevoerd wordt en je hoeft er niet meer naar om te kijken, vooral doen. Ik wil dus voorkomen dat jullie er zo bij gaan zitten als jullie een import gaan uitvoeren. En ik heb af en toe ook een foto tussendoor staan dat ik weet dat ik adem moet halen. Dus bij deze. Oké, algemene knelpunten. Actions. Ik noem ze altijd wel automagische processen. Zijn processen die op de achtergrond worden uitgevoerd. Wie is bekend met de actions? Ik heb het idee dat er wel veel zijn. Ja, het zijn er best wel veel. Maar ze worden bijvoorbeeld als je een bericht opslaat of een custom post type, dan voert bijvoorbeeld een facet WP de data door naar hun eigen index. Caching. WP Rocket bijvoorbeeld cleart de cache dat je wel de up-to-date pagina te zien krijgt aan de voorkant. Of WooCommerce, die genereert een afbeelding achter onder water. Of die zet hem in ieder geval in de queue. Kan ervoor zorgen dat al deze automagische processen ervoor zorgen dat de server omver wordt getrokken. Dit is gewoon puur eventjes als illustratie dat je ze ook via PHP uit kan zetten. In dit geval Facet WP of Search WP, dat kan je ook aan het einde van een import kan dat uitvoeren. Dat scheelt echt een boel werk. Ik heb dat bijvoorbeeld, was met Justin, hadden we import draaien. Ik had op mijn lokale omgeving, had ik het zonder WP Rocket, had ik hem draaien. En toen stond hij op de productieserver, toen kreeg ik hem zondagavond van Justin een appie. Hey, de load is al heel erg hoog op de server. En dus toen ik maandagochtend, voordat ik de piste op ging, heb ik nog eventjes het snel opgelost. En dat, toen zoomde die weer rustig. En dat scheelt veel kopzorgen. Maar als je bijvoorbeeld en WPC of en Facet WP hebt zitten, en Search WP erin zitten, en caching, en weet ik veel wat allemaal, dan stapelt dat allemaal op. En dan ben je verdrietig, zit je er zo bij. Andere keer wat gebeurde, ook puur eventjes illustratie. WordPress, wie gebruikt een thema met hoeveel image sizes heb je gemiddeld op een website? 5? Handjes? 5? Meer? 10? Ja, en het is 15? Wel eens tegengekomen? Nee, gelukkig niet. Maar WooCommerce voegt ook nog images toe. Als je een product importeert, opnieuw opslaat, dan gaat hij dus 10 keer een nieuwe afbeelding genereren. Als je ook nog eens een keertje shortpixel of een of andere compressie plugin erop hebt staan, zet hij dat ook nog tijdens je import aan. En ik draaide op, ik had een WooCommerce webshop met een flinke VPS erop en die trok die gewoon omver omdat te veel gedoe op de achtergrond werd uitgevoerd. Even kijken. Je kan het via PHP uitzetten. Je kan het ook met WPCLI uitzetten. En dan zeg je gewoon skip plugins. Ik wil de wijze, maar de bovenste. En dan zeg je, ik wil Facet WP uitzetten. Of ik wil WP Rocket uitzetten. Bijvoorbeeld met de import wat de caching omver liep, hebben we tijdens het importcommando hebben we de WP Rocket gewoon uitgezet. En daarmee was het probleem opgelost. En dan aan het einde van je import kan je nog zeggen, clear heel mijn cache. Of start heel je Facet WP indexing weer opnieuw of Search WP.
Dus dan split je het gewoon in stappen op. En dat scheelt heel veel kopzorgen. Wie heeft dit commando wel eens gebruikt? Of in ieder geval dit attribuut van skip plugins? Ja, nou, ik hoop dat later meerdere mensen deze gaan gebruiken, want dit is echt ideaal. Ook met debuggen, als er ergens een error zit in een plugin en je wilt toch die plugin uitzetten. En dat kan niet met een error op de terminal. Skip plugins, dan zet hij ze alle plugins uit en dan kan je gewoon doorgaan. Afbeeldingen. Ik had het net ook al over de afbeeldingen. Het duurt al best wel lang voordat alle afbeeldingen opnieuw worden gegenereerd. Wat ook lang duurt, is als je je afbeeldingen ergens van een remote endpoint afhaalt. Of eigenlijk gewoon van een website. Ik had op een gegeven moment 5 MB foto's. Een product met 5 productafbeeldingen. Dus dat was 20 MB per product importeren. Plus het genereren. Plus het optimaliseren. En zoals ik al zei, die VPS stond in de fik. Dus tip is, als het kan, zorg dat je een kopietje lokaal hebt. Ook misschien van tevoren is alle afbeeldingen downloaden lokaal. En ze dan vanaf je, als je ze in een uploads cache mapje hebt weggeschreven, importeer ze dan vanuit daar. Want dat scheelt echt heel veel tijd. Het is vooral de timeouts waar je issues mee gaat krijgen als je ze online binnenhaalt. We hadden het er net ook over de image sizes. Tijdens het importeren kan je ze ook uitzetten. Dus als je zegt, ik wil dat je geen afbeeldingen genereert. Dus je hebt geen webshop, dus je kan niet die ene functie uitzetten van WooCommerce. Maar je wilt gewoon standaard zeggen tegen WordPress. Genereer geen thumbnail, medium of large. Dan return je een lege array. En dan kan je aan het einde kan je met WPCLI of met een plugin, kan je dan de afbeeldingen alsnog genereren. En dan split je hem weer. Dus eigenlijk is dat opsplitsen van je import in stappen is wel een rode lijn door deze presentatie. Als je toch afbeeldingen minimaal 1 of 2 wilt genereren, staat er al, doe dan alleen de thumbnail of een medium sites. En dan laat je tenminste geen 5 MB original full-size afbeelding in de frontend in. En dat scheelt een berg. Dit is voor zowel WPCLI als met WPL import kan je deze configuratie doorvoeren. Is iemand bekend met term counting of met comment counting? Ja. Ramon, wat doet het? hij gaat inderdaad, op het moment dat er iets bijzegt, gaat hij alles na en gaat hij een telletje opvolgen in de meta. En dat is iets wat bij een import niet altijd gewenst is. Ja, dat is best wel. Ja, als je veel producten hebt en veel categorieën of terms, dan gaat hij kijken hoeveel posts hebben deze categorie. Of hoeveel comments heeft deze post. En voor elke keer als je een term update of een post update, gaat hij dat uitvoeren. En dat zorgt voor een flinke load. En ook hier kan je weer met WPCLI bijvoorbeeld, kan je de terms aan het einde hercalculeren. En ik geloof dat dat 15 seconden duurt of misschien 30 seconden. En dat scheelt heel veel memory. Dit is een beetje veel code, maar dat is meer puur illustratief. Ik ben blij dat we dat woord in één keer uit kunnen spreken. Kijk, deze moest ik een stukje verderop bij de tips zetten. Dus ik heb even tussendoor een tip. Als je content wie doet wel eens Gutenberg kant-en-klaar importeren? Blokken zelf. Jij? Yvette? Kijk. Dit is puur even een voorbeeldje. Ik ga niet uitleggen wat er staat, maar hiermee kan je zelf een custom ACF-veld maken. En als je dat gelijk dan in de content importeert, dan heb je mooi een blok aan de voorkant. Het is best wel wat werk als je dat voor elk blok wilt doen. En als je geen custom blokken hebt, dan kan je ook deze plugin gebruiken. En die is van 10up. Die is nog niet zo super oud, geloof ik. Weet iemand hoe oud die is?
Nee? Ja, ik ook niet, dus dat moeten we maar even opzoeken. Dan kan je ook weer achteraf, dan kan je gewoon normaal je paragrafen en je images gewoon oldschool zoals de WYSIWYG editor importeren. En dan één keer het commando uitvoeren en dan maakt hij er allemaal blokken van. Dus dan hoef je niet al die vage HTML comments zelf op te maken. Even ademen. Dit waren algemene knelpunten en stiekem ook nog een tipje tussendoor. Ik heb de afgelopen 2 jaar aardig wat WPL imports gedraaid. Imports met WPL imports uitgevoerd. Het is een lang woord, dus als je ergens WPAI ziet staan, dan refereer ik daarnaar. WPL import is een plugin met een user interface. En daar kan je een CSV of een Excel bestand in hangen. En dan kan je met een interface kan je slepen. Dus je kan de titel kan je naar het titelveld slepen of de description. Er zijn add-ons voor WooCommerce, ACF en nog een paar andere, waardoor het wat makkelijker wordt om, want dat is dat stukje domeinkennis, dat je, ja, ik weet niet waar ik het moet plaatsen als Pokémon webshophouder. Ik had hem tegen me de talk met mijn neefje doorgenomen van 6 en ik had de Pokémon kaarten als voorbeeld gegeven. En hij snapte hem, dus ik was blij dat het laagdrempelig genoeg was. Het is een kwestie van slepen en dan kan je het ook uitvoeren. Dit trucje pas ik aardig vaak toe met klanten die zelf heel veel controle uit willen voeren op de import. Of heel veel zaken wijzigen. Google Spreadsheets, wie gebruikt dat best wel vaak? Ja, en die kan je dus publiceren. Als je die publiceert krijg je een andere URL. En daar was ik heel eventjes, was ik aardig wat lang mee aan het zoeken. Publiceren. Ik weet niet of je data dan ook gepubliceerd wordt en geïndexeerd kan worden via de search, via Google Search. Weet iemand dat? Nee. In het geval van mijn klanten zijn dit echt gewoon producten die vrij toegankelijk zijn, want ze komen toch sowieso wel op de webshop. Dus het is niet. Dat gebeurt niet? En voilà, dankjewel. Het is gewoon Excel, een spreadsheet zoals je het kent. Titels, fotograaf. In dit geval was het een topschilderij.nl. Die hebben foto's online staan. Met allemaal varianten, verschillende sizes. Zeg maar werk aan de muur, maar dan met unieke foto's. Trucjes die ik daarin toepas om eigenlijk zelf te automatiseren, is kolommen gewoon met formuletjes aan elkaar plakken. Dus in dit geval heb ik de hoofdcategorie fotografen en dan is de naam van de fotograaf ook een categorie, want dan heb je mooi een overzichtspagina van deze fotograaf zijn foto's. Mijn foto's. Is een rood bosje in dit geval als test, als test informatie. Je kan ook de URL concateneren aan elkaar plakken. Is leuk, maar het is wel een gepriegel. Waar je ook tegenaan loopt, of tenminste, ik niet, maar mijn klant wel, is dat ze bijvoorbeeld, ik weet niet hoe ze het voor elkaar krijgen, maar ineens is een hele kolom leeg. Of staat er nul, N-U-L-L in. En dan denk ik, heb jij ideeën hoe dit gekomen is heel misschien? Nee, geen idee. En dan zit je weer heel die kolommen weer te kopiëren. Gebeurt af en toe, maar ja, het is wel weer zonde van zijn budget, want ik moet het gaan lopen liggen, leggen, nakijken. Dit stukje was het al, is hier helemaal bovenin, lowercase en wat je ook allemaal wilt samenvoegen. WPL import heeft ook een action, weer zo'n automagisch proces. En dan kan je zelf titels aan elkaar, of eigenlijk de waardes aan elkaar plakken. En dan je post updaten alsnog. Dus dan in het begin krijgt hij een random URL-sluk.
En die kan je zelf daarna tijdens het, op het moment dat een post gesaved wordt, kan je nog een URL overschrijven. Dus als je dat één keer, dan hoef je het maar één keer in te stellen en dan hoeft de klant nergens meer naar om te kijken. Dus dan heb je misschien een beetje best of both worlds. Deze code die werkt niet als je hem letterlijk erin plakt, dus, maar het is puur illustratief dat je weet welke hoek je moet hebben. Wederom opsplitsen. Als je last hebt van de traagheid, kan je ook hier ervoor kiezen om een import op te splitsen. Eerst basisinformatie, kijken of ze aangemaakt worden. En als je daarna alle categorieën of alle bijlagen of foto's wilt importeren, doe dat dan ook alsjeblieft instappen. WPO Import heeft ook sinds kort, of nou ik weet niet sinds kort, WPCLI op de terminal. Dus ik krijg af en toe een e-mailtje van: Geijmen, wil je alsjeblieft die hele grote import voor mij op de commandlijn uitvoeren? En dan pak ik een bakje koffie en dan voer ik het commando uit. En dan gaat hij rollen. En dan is hij zeker 50% sneller. Ik heb er wel eens een import van 25 foto's met 50 varianten. Die draaiden soms wel eens 40 minuten tot een uur. En hiermee draaide die sneller dan 50%, echt 10 minuten. Dus het kan wel. En ik heb deze klant ook zelf geleerd om in te loggen op de terminal met SSH en dat commando uit te laten voeren. Want ik had niet zin om 5 voor 5 op maandagmiddag een e-mailtje te krijgen of ik het wilde uitvoeren. Dus je kan ook een bash-scriptje op zijn computer even installeren en zeggen: nou, toets dit commando uit en dan voert hij dat automatisch uit. Je moet wel weten dat je je klant vertrouwt. Met dat hij geen Napster of LimeWire op zijn computer heeft om mp3'tjes en virussen te downloaden met je SSH-key. Even ademen. Wat we nu gaan doen is WPCLI. Heel veel tips hebben we al gehad, maar in het geval met WPCLI, WPL Import importeert zelf alle afbeeldingen. Bij WPCLI voer je dat vaak zelf uit. En in dat geval. Dat doe ik eentje verder. In dat geval is dit een hele magische functie. Ik voer zelf geen curl-command uit om hem binnen te halen. Maar media sideload is een functie die zit in core van WordPress. En daar geef je een URL aan mee. En als je wilt zelfs nog een post-ID en dan download hij hem, valideert hij hem en dan voegt hij hem, matcht hij hem aan in de media library aan deze post. Ideaal. Maar dit is voor afbeeldingen. Onder water van deze functie doet hij eigenlijk de functie uitvoeren, download URL en dan handle sideload. Ik weet niet waarom ze die functienamen hebben gebruikt, maar dit zijn ze en gebruik ze alsjeblieft. Want dat scheelt echt lappen met checks en validaties en er zit gewoon gratis in core. Echt ideaal. Deze gebruik ik vooral als ik alle afbeeldingen van één keertje wil downloaden om ze te cachen. Ik heb een basiscommando door de jaren heen met trucjes en dat hij dan zelf al een lichtere WordPress versie inlaat. Want als je bijvoorbeeld de define WP import op TrueSet, dan laat hij een lichtere versie van WordPress. Dus hij laat niet user interface gerelateerde JavaScript dingen, alleen maar het broodnodige. Dat commando voert, zit ook de optie in om als je bijvoorbeeld 100 producten hebt geïmporteerd, dat je dan zegt: ik wil de cache, de memory even legen, je object caching of zoiets dergelijks. Want als je dat met als je dat niet op tijd doet, dan kan het wel zo zijn dat hij ook uit de memory loopt. Want hij voert misschien dan 100 keer een bepaalde actie uit en dat houdt hij ook bij. En dat stapelt zich op en op en op en op en dan zijn er nog een paar dingetjes. Het is een beetje een verzameling van ervaring en andere WordPress VIP. Die hadden daar ook een paar tips in en die heb ik dan samengevoegd. Die kan je hier downloaden. Op deze URL, of hij staat op mijn GitHub. Gebruik hem vooral, want dit scheelt
kan kopzorgen schelen. Maar je helpt in ieder geval enorm. Even kijken. Ademen. Last but not least. Hosting. Ik was met David. Stond ik boven op de berg. Die was een weekendje bij mij. En kreeg ik ook een belletje. Die zei, hey, ik ben mijn foto's aan het importeren. Maar het duurt zo lang. En als hij dan onderbroken wordt, dan moet ik weer helemaal opnieuw beginnen. Opnieuw, niet overnieuw. En toen dacht ik, ik moet echt wat... Ik weet het niet meer precies. Maar ik dacht, ik ga echt naar die hosting kijken. Toen heb ik Ramon gebeld. En toen zijn we overgestapt. Het draaide soms wel op een shared hosting. Gewoon een simpel goedkoop bakje. Maar naarmate de webshop groeide en groeide en groeide, lukte het gewoon niet meer. Dus een klein beetje data, prima. Maar op een gegeven moment raad ik wel echt aan om naar een snellere hosting te gaan. De ene VPS is de andere ook niet. Ik heb op VPS'en gewerkt. Daar klapte die eruit. En ik heb nu bij Ramon een e-commerce pakket. Kleiner, goedkoper. En daar zoomt hij gewoon prima op. Dus je hoeft niet echt een belachelijke, zware, dedicated server te hebben om het toch ook sneller te maken. Deze, hier kwam ik achter, want David die was net weg. En toen dacht ik ga er even naar kijken. Dit scheelde zo enorm veel. Vooral bijvoorbeeld als je een webshop hebt waarin je varianten hebt. En dat die dan bijvoorbeeld de parent ID elke keer moet ophalen. Dat heeft hij dan in zijn objectcache staan. En dit scheelde echt. Sinds ik ook dit heb geactiveerd, dus de hosting op orde had en objectcaching had aanstaan, heb ik helemaal geen zorgen meer. Dat wel inclusief al die vorige optimalisaties, maar dit was de laatste stap waardoor ik echt helemaal geen zorgen meer had. En er zijn genoeg, niet genoeg, maar er zijn aardig wat hostingpakketjes, ook kleinere, waar ze tegenwoordig ook objectcaching op hebben. Ik heb nog een paar minuutjes, dus mijn kleine tips kan nog. Volgens mij heb ik een paar dingetjes overheen gelopen, maar dat pak ik dan zo meteen nog erbij. Die was ook wat heel veel scheelde, weekend. Weet wat indexes zijn op die database? Een paar. Indexes helpen met het opzoeken, sneller opzoeken van data. Standaard zetten in WooCommerce geen index op de SKU. Als ik het goed heb onthouden. Als je dat bijvoorbeeld wel doet, dan tijdens zo'n import zoek ik in ieder geval op. Spreadsheet heeft een SKU, in de database staat er een SKU. En dan is de query wordt vele malen sneller uitgevoerd. Er is een plugin voor, staat in de slide. Ik weet niet hoe het komt dat ik hem heb overgeslagen. Maar er zit een linkje bij en die heeft een... Ik was eerst zelf aan het creëren en toen kwam ik deze plugin tegen. En die had het al een jaar geleden, had hij daar een plugin voor gemaakt. Betaald, maar het was echt de €60 of €100 dubbel en dwars waard om niet te kopen. Want dat scheelde echt, samen met objectcaching, echt een berg. Assign terms. Hebben jullie ervaring met BP Insert Post of Set Post? Ja. Was Richard nou je hand omhoog? Ja, ik heb het wel eens gebruikt. Ja. Weet je het verschil? Ja, het staat er al bovenop, dus het is niet echt een quiz meer. Nou, als je ook met WPL import, heb je de mogelijkheid om een vinkje ergens dat weggemoffeld is aan of uit te zetten. Foto heeft misschien 8 categorieën en 5 tags. Als je het vinkje uit laat staan, dan wist hij alles en dan voert hij de termen opnieuw in. Je kan ook zeggen van, nou ja, als er een nieuwe categorie bij zit, dan moet je hem gewoon eraan
toevoegen, de appenden eraan plakken. En het is een klein vinkje, maar dat scheelde ook al best wel wat tijd. Ja, prima. Kijk maar, in de... de tijd is om. Als jullie wel eens doneren aan WordPress, alsjeblieft, Juliette doet heel veel werk. Die heeft laatst ook met de PHP CodeSniffer, codingstandaarden, hebben ze een nieuwe versie uitgevoerd. Alleen dat doet ze zelf. Vrijwillig, ook met het team. Zij heeft op een gegeven moment gezegd, ik heb deze nog uitgedraaid of uitgerold, maar we hebben echt funding nodig, want ik kan dit niet meer gratis doen. Ik kan niet van vrijwilligerswerk de boodschappen doen. En aangezien Juliette best wel veel vrijwilligerswerk doet voor op de codebase van WordPress, alsjeblieft doneer dan voor haar. Einde. C'est ça. Yeah.